than to make a new song. Ik ga nu een beat maken en ik ga kijken of het wat gaat worden. Oké, deze geluid hou ik. Ik ga gelijk met de drums beginnen. Thank you.
hoor in Afro House is drums. Dus ik ga drums toevoegen. Bongos. Geraakt, dan haal ik die extra noten weg. Dit is niet echt vloed. Volgens mij, het was. Kijk hoor. We gaan eens met de beat beginnen. Thank you.
laat ik hem beginnen. Ja, ja. Dames en heren, dit is een beat dat ik heb gemaakt. Bedankt voor het checken. Binnenkort laat ik je meer zien. Of misschien laat ik je zien wat ik ga opnemen. En mijn vocalen, want ik heb al een tekst bedacht. Dus ja. Misschien zie je binnenkort wat meer. Zie je bij mijn nieuwe video. Challenge status. Doei. Dames en heren, ik heb gespit op mijn beat die ik net heb gemaakt. Ik laat het nu aan jullie horen. Oh ja, die hahaha, ook in een effect. Zo. Omdat het een dance beat is, moet je echt precies op de beat spitten. En ja, soms kom je niet echt altijd perfect. Dus dan ga ik een beetje schrijven. Vier nog. Een beetje schrijven.
hier ook die ha-ha-ha gaan doen, anders is het te stil. Ik kan ook mijn speakers gebruiken, maar ik gebruik wel de speakers van mijn iMac. Deze.
ga ik ook een crash kopen, een ride kopen, een rit ride. Tweede stukje laat komen met een filter. Cut off. Zo. Anders is het te leeg, die tweede break. We must see, we must... Dansen die moeten ietsje meer geschoven worden. Moet wel lekker op de beat gaan.
Nou, ik ben één ding vergeten en dat is 7. Ik moet hem wel 7. En hoe gaat deze heten? Ga dansen. Dames en heren, bedankt voor het checken. Ik heb deze beat vandaag gemaakt, de tekst gisteren. Nog wat iets toegevoegd in de tekst vandaag. Het woord Por Favor, daarna komt Oui Merci. Ik hoop dat je de beat kan horen. Of deze online komt, laat me weten. Het is een dance, het is een Afro House beat. En ja. Gewoon een lekkere, clean, strakke beat. Strakke tekst. Dus ja, kan wel online, denk ik. Maar nu hou ik hem nog binnen de deuren. Of deze online komt, dan sta ik, weet niet. Ik laat het nog even horen aan anderen en zo. Of die wel lauw is. En dan, ja, komt die wel online. Of drop ik hem ook in mijn album, die nu in progress is. Laten we zeggen, 80% klaar. Inclusief deze track erbij, dan is die 90% klaar. Ja, en die laatste 10%, wat zal dat moeten zijn? Ja, nog een beat of nog een track. Of is die gewoon al 100%? Nu is die bezig met bouncen. Dames en heren, deze beat zet ik op een mobiel. Ga ik hem onderweg luisteren of die wel goed is. En dan ga ik het ook nog laten horen aan anderen. En dan kijken of die paap in is. Bedankt voor het checken, iedereen. Het is een lange video. Ja, ik weet het. Hier zaten allemaal live erbij. Ik wil graag mijn vocals opnemen en laten zien hoe ik dat opneem. Maar mijn lyrics stonden op mijn mobiel. Dus ja, ik had mijn mobiel nodig om mijn lyrics te lezen. Dus ja, ik dacht van ik ga het eerst opnemen. En dan pas laat ik het aan jullie horen. Dames en heren, tot de next video. En ja, tjallas. Doei, ciao.